Terwijl de Nederlandse economie vorig jaar nog met een eindsprint eindigde, zijn we dit jaar eigenlijk in het eerste kwartaal een beetje uit de startblokken teruggevallen. De Nederlandse economie kende een forse krimp in het eerste kwartaal, terwijl in het laatste kwartaal van vorig jaar nog sprake was van juist hele forse groei. Het heeft van alles te maken met de dynamiek in de autoverkopen. Die autoverkopen waren aan het eind van vorig jaar extra hoog, omdat men nog gebruik probeerde te maken en wilde maken van gunstigere fiscale regelingen. Dit jaar zorgde het voor een terugval in de economische groei in de eerste maanden van het jaar. Wat ook belangrijk is geweest, is dat het een milde winter was in West-Europa. Dat heeft zowel in het binnenland voor lagere gasverbruik gezorgd, maar ook in landen waar wij gas naar uitvoeren was het relatief warm. Dat betekent ook dat de uitvoer van gas heel fors is teruggevallen. Nou, als we dan door die dynamiek heen kijken van forse groei en forse krimp rondom het einde van het jaar en het begin van dit jaar, dan zien we toch dat we vanaf halverwege vorig jaar een milde economische groei hebben gekend in de Nederlandse economie. Vooruitkijkend verwachten we dat die milde economische groei wat sterker wordt. Dat heeft te maken met een aantrekkende groei van de uitvoer, omdat we zien dat het in belangrijke handelspartners, ik denk aan Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, maar ook de Verenigde Staten, dat de economische groei daar aantrekt. Maar ook binnenland zien we dat we als we door de dynamiek van de bedrijfsinvesteringen en al die autoverkopen heen kijken, dat de bedrijfsinvesteringen langzaamaan gegroeid zijn. Het herstel op de woningmarkt, in zowel de aantallen verkochte woningen als de woningprijs, heeft eraan bijgedragen dat de woninginvesteringen ook al sinds halverwege vorig jaar toenemen. En we zien dat herstel ook langzaam verder gaan, waardoor ook de woningmarkt steeds meer bij zal dragen aan de economie in het geheel. De belangrijkste achterblijver in het geheel is de arbeidsmarkt. Maar ook daar zien we inmiddels dat de vooruitzichten wat verbeteren. Het aantal gewerkte uitzenduren is de afgelopen kwartalen toegenomen. Het aantal vacatures stijgt weer iets in de afgelopen kwartalen. En dat betekent dat we in de komende kwartalen ook in de private sector, dus in het bedrijfsleven, verwachten dat de werkgelegenheid wat toe zal nemen. Omdat de overheid ondertussen nog aan het bezuinigen is en aan het hervormen, betekent dat dat in de publieke sector de werkgelegenheid nog afneemt. En dat betekent wel dat dit jaar de werkloosheid nog iets verder oploopt. En in ieder geval ook op de hoge niveaus zal blijven die we nu nog kennen. Tegelijkertijd zien we dat het herstel nog exportgedreven is en dat in de binnenlandse markt, dus daar waar bedrijven afhankelijk zijn van de particuliere consumptie van Nederlandse huishoudens, het toch nog een relatief moeilijk jaar blijft. Dan kunnen we natuurlijk gelukkig iets verder kijken naar 2015. Daar verwachten we dan dat op basis van een inkomensstijging van de huishoudens die dan sterk genoeg is, ook de particuliere consumptie bijsluit. En dan komen we in 2015 toch terecht in een jaar waarbij de economische groei al een aantal kwartalen aanhoudt en dan inmiddels ook sterk genoeg is om op de arbeidsmarkt voor werkgelegenheidsgroei te zorgen. En dan zien we dus een bredere economische groei in alle sectoren van de economie en een daling, zij het licht, van de werkloosheid. Dus dit jaar groei, maar nog matig. Volgend jaar een wat breder gevoeld economisch herstel in de Nederlandse economie.